Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag was het overwegend bewolkt en als we op de satellietfoto kijken van Europa, dan zien we dat de wolkenpartijen vanuit het westen over ons land schuiven en dat in het westen ook nog voorlopig geen einde zit aan die bewolking. Bij de bewolking hoort ook neerslag in de vorm van wat, wat lichte regen of motregen wat we vandaag hebben gehad. Maar er waren ook vaak droge perioden. Later op de avond en de komende nacht gaat er wel verandering komen en dan gaat het langere tijd regenen. Dat neerslaggebied dat zien we nu al op het radenbeeld boven Engeland liggen. En komt dus later vanavond en vannacht over ons land heen. Vanavond in eerste instantie is het nog op veel plaatsen droog maar wel bewolkt. Tegen de middernacht volgt de eerste regen in het westen van het land. Halverwege de avond is het een graad of 8 en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Komende nacht wordt de wind tijdelijk wat sterker, aan de zee krachtig, kracht 6. Verder dus bewolkt en regenachtig bij temperaturen rond 6 of 7 graden. Dan morgenochtend is het nog steeds bewolkt en valt er van tijd tot tijd wat regen. In de middag wordt het geleidelijk aan droog vanuit het westen, maar in het oosten duurt het waarschijnlijk nog tot de avond voordat het ook daar droog wordt. In het westen en noordwesten zou verder misschien later nog heel even de zon kunnen doorbreken. Het wordt 9 of 10 graden en er waait een matige, aan zee eerst nog soms vrij krachtige zuidwestenwind. Dan het paasweekende. Dat ziet er op de zaterdag heel aardig uit. De zon schijnt behoorlijk, al neemt later op de dag de bewolking vanuit het westen al wel toe. Het blijft wel meest droog en het wordt 12 tot 15 graden, dus echt lenteachtige temperaturen, bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Dat wel. Op zondag en maandag is het weer wisselvallig met vooral op zondag stevige buien met kans op onweer. Op maandag is het iets vaker droog, met misschien af en toe een zonnetje. De middagtemperatuur ligt tijdens de paasdagen rond een graad of 12. En de wind die waait nog steeds stevig uit het zuidwesten, aan zee vrij krachtig. En op maandag krachtig of misschien zelfs hard windkracht 5 tot 7. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.